Eergisteren hebben de flikken de stad Gent weer in handen gegeven van het geboefte en andere ongedierte. De inwoners van Halle daarentegen kunnen vanaf volgende zondag weer opgelucht ademhalen. Dan begint commissaris Witse namelijk aan zijn tweede seizoen als superflik in het Vlaams-Brabantse stadje. Vanmorgen kwam Witse alvast zijn geloofsbrieven overhandigen op de VRT, de vorm van een boek en een dvd met zijn voorbije avonturen. Evolutie. Och jongen, de mens evolueert niet, de mens blijft zoals hem is. Misschien wordt hem iets volwassener. Maar dat mocht wel. Dimmy en Witse, in het begin moeten die elkaar leren kennen en zo. En dan worden dat collega's. Nu in die tweede reeks ja, wordt dat een team. En meer dat worden goede vrienden. De personages kennen elkaar beter, de hoekjes worden zo wat scherper, de confrontaties worden wat erger, de ergernissen wat groter. Witse! Ik heb u wel door, hè. Maar ik ben hier dus niet mee akkoord. Hè. Ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Hou u niet van de domme. Hallen is Witse, hè. Dat is in Hallen kan ik niet meer op straat komen, bij manier van spreken. Gisteren toevallig nog een mevrouw die ik wou de auto starten en die op mijn raam tikt. En ik weet niet hoe blij was dat Witse terug op tv kwam en mijn proficiat wenste dat ik daar meedeed. Dus dat was wel fijn. Oké, Lena, ik rij er onmiddellijk naartoe. Het zou ook belachelijk zijn van te zeggen dat ik de kijkcijfers die Witse het eerste seizoen heeft gehad, dat ik die verwacht had. Dat ik dat maar normaal vind. Nee, dat niemand die kijkcijfers verwacht. Dat was ergens rond 1.800.000 kijkers. Dat was het maximum ergens. Hè. En gemiddeld was het ergens 1.600.000 of zoiets. Dat is gigantisch natuurlijk. Hè. Dat is absurd. Hè. Daar moet je ook niet te veel over nadenken. Astrid! Hij vermoordde mij! Kom! Spoel je! Het enige wat ik kan doen, dat is proberen van de figuur Witse van daar iemand van vlees en bloed van te maken. Ik denk vooral het feit dat hij als een soort gekwetste ziel in de reeks stapt, dat mensen wel aantrekt. Vlamingen houden wel van mensen die een beetje in de regen moeten staan, zeggen wij. Hè? Mensen die een beetje ellende meemaken en zo. Er komen nu ook dvd's uit en boeken en zo. Dus ja, de marketing doet zijn werk goed, denk ik. Ja, het is zo dat Witse ook op dvd en in boekvorm verschenen is. En natuurlijk een ideaal cadeau om mijn kerstmis te geven.